Welkom allemaal bij deze nieuwe aflevering van de Cultuurketting. Helaas is het nog steeds nodig in deze tijd van ja, toch wat ongemak. Maar daarom heb ik wel een leuk cadeautje voor jullie allemaal. Want aan de andere kant zit niemand minder dan Henk Deters. Dag Henk. Ja, goeie avond, Peggy. Ja, Henk. Ja, ik kan me niet voorstellen dat er mensen zijn die jou niet kennen. Maar voor die 1, 2 of 3 mensen die er dan toch zitten die je niet kennen, wie is Henk Deters? Ja, nou, ik kom het toch ook regelmatig tegen hoor. Wie is Henk Deters? Henk Deters is een mannetje die van alles doet. Op gebied van theater en daarbuiten. Maar ik heb mijn hart vooral liggen bij het theater, muziek. En zelf muziek maken, regisseren, noem maar op. Liefst zo breed mogelijk. Je brengt graag een boodschap richting het hart van de mensen. Ja, ja. Alles wat ik doe of maak. Daar zit wel altijd, daar probeer ik wel altijd een boodschap in te leggen. En wat doe je dan het liefst, hè? De lach of de traan? Goeie vraag. Het moeilijkste is eigenlijk de lach, om dat goed te doen. Maar het mooiste is vaak toch de traan. Als je mensen op een bepaalde manier kunt raken met een tekst of met een lied die een traan oplevert of die een traan voorbrengt. Ja, dat geeft heel veel voldoening. Ja, en dat zijn vaak dialecten, liedjes die uit het leven gegrepen zijn, hè? Ja, ja, ja. Dat zijn ook allemaal eigen teksten, waren dat of zijn dat. Ik zing ze nog geregeld. En ik probeer eigenlijk altijd in mijn eigen liedjes toch iets van een boodschap in te leggen. En de ene keer is dat meer als de andere keer. Kijk, ik heb ook liedjes met wat gewoon geen inhoud is en maar gewoon een lang leven lol is. Maar ik probeer in heel veel liedjes toch wel iets van een boodschap kwijt te kunnen. Staat er, we zitten natuurlijk even in een hele gekke tijd en heel veel mensen om jou heen in het gebied van kunst en cultuur raakt dat ook enorm. Want ja, het mag allemaal even niet. Zijn er dingen voor jou weggevallen? Nou, eigenlijk alles wat ik aan optredens had staan, is eigenlijk allemaal weggevallen. Tot en met juni is nu al alles gecanceld. En het waren een paar leuke projectjes waar ik mee bezig was, die in de Schouwburg plaats zouden vinden. Die zijn dus ook sowieso al gecanceld. Maar ook wat kleinere optredens bij mensen thuis of in een kleinere setting, feestjes. Alles is weg. En nu? Waar hou je je nu mee bezig dan? Nou ja, langs het hele theatergebeuren en muziek werk ik nog voor 28 uur bij Rovadi in IJsselstein. Doe ik de boekhouding. Dat is heel wat anders. Ja. En voor de rest, dus dat doe ik. En voor de rest probeer ik deze tijd ook te gebruiken om weer nieuw materiaal te gaan maken. Want je zit thuis en je probeert nieuw materiaal te maken, maar dat, tot op heden valt dat nog niet mee. Nee. Henk, als dit alles is gaan liggen, kunnen we dan iets moois van jou verwachten? Kun je daar al iets over vertellen? Ik ben wel met een paar dingen bezig. In de weekend zetten. Onder andere muzifiek. Ik weet niet of jij of jullie muzifiek een klein beetje kennen. Een mooie voorstelling met allemaal Franse chansons. Samen met Maartje Smets en Marjolein Kuipers. En wij zijn een nieuw programma aan het maken. Dus een nieuwe voorstelling aan het maken. Je hebt een hele leuke video ingestuurd. Vond ik het leuk? Ja, prachtig. Ik heb het in de afgelopen tijd, soms dan verdwijnen we allemaal even in zelfmedelij. En in de afgelopen tijd heb ik af en toe toch wel even moeten slikken om alles wat er gaande is. En dan zet ik jouw video op. Ik vind hem helemaal fantastisch. En ik hoop ook dat is wat hij nu voor de kijker gaat doen. En ik wil het graag aan jou laten om hem aan te kondigen. En dan zie ik u heel graag weer bij de volgende Cultuurketting. Oké, dan kondig ik mijn eigen liedje aan. En dat heet
Ik doe de meeste dingen in dialect. Dus dit liedje heet Iedereen gaat ergens naartoe. Maar ja, zoals ik dan ook al vertel, tegenwoordig gaat iedereen nergens meer naartoe. Maar goed, voor de tijd die straks weer gaat komen, en we zitten ergens in Amsterdam op een terras, nou geweldig wat je dan weer neven ziet komen. Iedereen gaat dan ergens naartoe. Dames en heren, ik heb zo een liedje gemaakt dat heet Iedereen gaat ergens naartoe. Maar ja, tegenwoordig, iedereen gaat nergens naartoe. De hele wereld zit gewoon thuis op de bank, met zijn familie. De banden wat aanhalen, zoals ik nou ook met Mr. Watson doe. Maar ja, met de lente voor de deur en de zomer dan eraan zitten komen, iedereen wil toch gewoon ergens naartoe? We gaan eens even kijken wie er vandaag allemaal neven komt. We zaten met z'n allen op een Amsterdams terras. De zon die scheen en niet normaal hoe druk het er toen was. Ik vergaat gewoon te drinken van mijn glijske fris. Want mensen kieken blieft er toch het mooiste wat er is. Hoogt u werkelijk af, al had het gaar geen zin. Waar gaan al die mensen in hemelsnaam toch heen? Die met die rode tas, of die tweeën zonder jas. Of den dreadlock zonder schoen, wat zou je dan toch gaan doen? Iedereen gaat ergens naartoe. De ene komt, de ander zit houdoe. Wij mensen wezen altijd onderweg. De ene rent, de ander staat met pech. Het is gewoon de waarheid als een koe. Iedereen gaat ergens naartoe. Ik gun mijzelf een bierke met flink wat alcohol. Ik bestel me een leffe en mijn hersens slaan op hol. En ik raak aan fantasieren, denkt u weten hoe het zit? En iedereen de neven komt, krijgt een nijbestemming met. Kale kel het zin, gut nog zien, nee vriendin. De jap gut nog schip hol, want zijn memo-kaart zit vol. En een zwerver op gemak, zoekt een nieuwe prullenbak. En de jup in dure klier, is op weg naar nog veel meer. Maar iedereen gaat ergens naartoe. De ene komt, de ander zit houdoe. Twee mensen wezen altijd onderweg. De ene rent, de ander staat met pech. Het is gewoon de waarheid als een koe. Iedereen gaat ergens naartoe. Nou. Ik ben benieuwd waar ze allemaal heen gaan. Iedereen gaat ergens naartoe. Iedereen gaat ergens naartoe. Iedereen gaat ergens naartoe. Iedereen gaat ergens naartoe. Iedereen
ergens naartoe. Iedereen gaat 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 ergens naartoe.